Voor onze kust bevinden zich vrij dikke wolkenplukken vanochtend. Dat heeft allemaal te maken met een eerste storing die in de ochtend over het land gaat trekken. En daarbij gaat het zo nu en dan eventjes wat regenen. En later vanmiddag is op diezelfde storing in het zuidoosten en vooral in de Limburgse heuvels misschien kans op wat natte sneeuw. De temperatuur in de ochtend daarbij 3 of 4 graden en daarbij waait het meest matig uit zuidelijke richtingen. Maar vanmiddag draait achter de storing de wind naar het noordwesten en wordt al meest matig, windkracht 4. En zoals ik net al zei, in het zuidoosten van het land dus kans op natte sneeuw. Elders in het land wordt het op veel plaatsen 4 tot 6 graden. Vanavond zijn er dan opklaringen en is het meestal droog. In het noorden van het land zijn net wat meer wolken aanwezig en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n uh, waarde rond 0 in het binnenland en een graad of 2 à 3 aan de kust. Morgen vallen er opnieuw buien dan vooral in het binnenland af en toe ook met een winters karakter en vroeg in de ochtend en ook later in de avond kan het lokaal misschien eventjes wat wit worden. De temperatuur 4 of 5 graden en dat geldt ook voor de zondag. Want zondag opnieuw een aantal buien in het binnenland lokaal met een winters karakter en daarbij een meest matige westenwind. Maandag is het een stuk zachter met regenbuien en dinsdag dan is het ook zacht, maar blijft het waarschijnlijk droog.